Welkom bij de zomeravond van Erwin Kessels, professor, dokter, ingenieur aan de TU in Eindhoven. Welkom. Pascal Meijer. Erwin Kessels. Kom verder. Ja. Welkom bij de zomeravond van hoogleraar Erwin Kessels. Welkom. Allereerst, waar moeten we Erwin Kessels van kennen? Ja, waar moeten we Erwin Kessels van kennen? ik ben hier geboren en ik ben hier opgegroeid tot mijn 18e. En toen ben ik verhuisd naar Eindhoven, eerst op kamers gegaan. Mm-hmm. En ja, ik heb hier dus mijn jeugd wel behoorlijk gelopen. Ik weet niet of ik heel opvallend was, maar... Ja. Ja, heel veel mensen wisten het niet, maar we hebben dus twee hoogleraren, van wie je er één kent, Arno Smets. Arno, en, ja. Bezwaar tegen als we elkaar tutoyeren? Nee, dat is helemaal prima. Ja. Dus we hebben twee hoogleraren, of hebben we er nog meer? Het zou goed kunnen, dat is, ik zou het eigenlijk niet weten, maar ze zijn niet heel dichtgezaaid, denk ik. Nee. We gaan even terug in de tijd. Ja. Ik heb hier een kinderfoto klaarstaan. Gelukkige jeugd gehad? Ik heb een gelukkige jeugd gehad, jawel. Ja, ja. Geboren en getogen hier uit deze omgeving? Ja, ik ben waar we nu zitten, hier niet al te ver vandaan, een paar huizen vandaan, daar ben ik opgegroeid tot een jaar of 7,5. Dat huis staat er nou niet meer trouwens, Loo 5. Mm-hmm. En toen ben ik naar Helden verhuisd, dit is Panningen, nog net Panningen, en toen ben ik naar Helden verhuisd. En daar heb ik tot mijn 18e, 19e gewoond. Dat was in die tijd geen probleem van Panningen naar Helden verhuizen? Nee. Ik heb het niet als een probleem ontvangen of ervaren. Maar kijk, school wisselen op die leeftijd is natuurlijk nooit heel erg leuk. Dat heeft er wel wat. Heeft geen probleem opgeleverd, maar dat is natuurlijk wel. Ja, is toch wel een beetje een dingetje, zeg maar. Mm-hmm. Welke basisschool heb je gezeten? Dan vraag je. Volgens mij heet het hier in Panningen heet het Sint Franciscus School. En toen ging ik naar de Oda School en toen werd het onderste veld. Ah. Dus veel veranderd in allerlei fusies. Het onderste veld komt me nog bekend voor. Ja, ja. En wat deed je vader en moeder om even rijmen als laatste? Mijn vader werkte hier eigenlijk op het industrieterrein in de fabriek. Dat was ze noemde het magazijnbediende. Hij reed eigenlijk heftruckchauffeur was hij. En mijn moeder die was gewoon thuis. Die deed het huishouden, maar ze deed ook, ze noemde zichzelf coupeuse, want ze had doorgeleerd voor een naaister. Dus ze maakte allerlei kleding. Ook trouwjurken. Dus het was ook wel, ze was er wel behoorlijk goed in. En dat deed ze gewoon thuis voor mensen die ze kenden, klanten eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En op Onderseveld, toen al het slimste jongetje van de klas? Denk het eigenlijk niet. Nee. Ik ben nooit misschien echt het slimste jongetje van de klas geweest. Nee. Goede rekenen? Ja, dat wel. Ja, ook iets. Ik denk dat werd echt pas duidelijk. Ja, het werd wel duidelijk op lagere school, maar vooral op middelbare school werd dat wel duidelijk. Ja. Dus ik hoef niet te vragen welk profiel je hebt gekozen. Ja, dat had je toen nog niet, hè? Nee, dat had je toen nog niet. Maar toen 7 vakken. Ja, dus natuurkunde, want daar ben ik gaan studeren uiteindelijk. Wiskunde, A en B, scheikunde en Duits, Engels en Nederlands. Ja. Ja. Vader en moeder hebben we gehad. Ja, dan is mijn zus. Ze is 10 jaar ouder, dus ik was een nakomer. Mijn moeder was 40 ongeveer toen ik geboren werd. Misschien wel precies, denk ik. Ja. En wat denk je als je deze foto ziet? Ja, het is eigenlijk wel een hele tijd geleden dat ik deze zag. Want ik had deze foto zelf niet, die heb ik aan mijn zus gevraagd. Dus het is toch wel leuk om het terug te zien. Ja. Ja, zo was het al eenmaal vroeger, hè? Ja, we zitten nu een hele andere tijd. Je woont in Tilburg. Ja. Ja. Een relatie? Of geen vriendin. Kinderen? Nee, niet getrouwd en ook geen kinderen. Wel een vriendin. Ja. Mm-hmm. Ja. En nou vraag ik me natuurlijk af, en met mij waarschijnlijk ook de kijkers, het is een hoogleraar, maar waarin precies? Ja. Nou, heb ik begrepen, nanotechnologie. Kan jij nu in gewone mensentaal uitleggen wat dat inhoudt? Ik ben ook leraar in de technische natuurkunde. Dus ik heb, veel mensen hebben wel natuurkunde gehad, dus kun je daar wel iets bij voorstellen. En waar we aan werken, mijn onderzoek zit vooral op het gebied van op een nanoschaal, nanotechnologie. Mm-hmm. Dat gaat over
De allerkleinste atomen die zijn een paar tientallen of een paar tienden nanometer. En alle structuurtjes die je kunt maken van een paar atomen, daar heb je eigenlijk over op de nanoschaal. En je vraagt waar is dat goed voor, maar dat bijvoorbeeld op een nanotechnologie zit bijvoorbeeld in je computer of je nieuwste mobiele telefoon, daar zit eigenlijk al heel veel nanotechnologie in. Dus het heeft heel veel met elektronische materialen te maken, elektronische toepassingen. En ook zonnecellen, daar werken we ook aan. Dus daar zit ook een band met Arno Smets, die ken ik heel goed, we hebben ook samen in dezelfde groep gezeten. Dus dat is... Het zegt nog niet heel erg goed wat nanotechnologie is, maar we werken eigenlijk aan structuurtjes van enkele atomen, dik of groot. Dat heeft allerlei toepassingen. Ja. Ja. Hoe ben je dan nu verzeld geraakt? Wie heeft je nou geïnspireerd om dit te gaan studeren? Ja, kijk, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde toen ik hier mijn diploma had gehaald, VWO-diploma. Ik vond natuurkunde en wiskunde wel leuk, dus ik dacht, ik ga natuurkunde studeren en dan zie ik wel. Ik was daar wel behoorlijk goed in en ik dacht, dan kan ik nog altijd zien hoe het gaat. Ik ben blijven hangen en ik ben afgestudeerd in natuurkunde, vervolgens ook gepromoveerd, daar ben ik dokter geworden. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik ook leraar geworden. Ik had dat nooit gedacht, want na één week op de universiteit in Eindhoven dacht ik van, hier ben ik zo weg, want dat gaat veel te snel. Maar het viel mee uiteindelijk. Hè. Ja. De tempo ligt vele malen hoger dan op een middelbare school. Ja. Maar het is allemaal gelukt. Wat zijn nu de dagelijkse werkzaamheden van een hoogleraar? Heel veel mensen denken dat je heel veel onderwijs geeft. En onderwijs is zeker wel een onderdeel wat belangrijk is, maar ik geef eigenlijk heel weinig les. Ik doe wel wat, hè. Ik geef wel wat les. Verspreid over het jaar een paar weken lang, zou ik maar zeggen. Maar wat ik heel veel doe is eigenlijk onderzoek. Onderzoek aan die nanotechnologie, zonnecellen, halfleiders voor elektronica. En dat doe je samen met mensen die gaan afstuderen bijvoorbeeld. Dus het laatste jaar van de studie dan werken mensen in een lab. Dus we hebben een heel groot lab waar we allerlei opstellingen hebben. En dat onderzoek doen wij en ik leid dat. Ik zorg ten eerste voor het geld om dat onderzoek te kunnen doen. Want zonder geld krijgen we niks gedaan. En vervolgens doen we het onderzoek en ik begeleid de mensen en ik zorg dat zij goede onderzoekers worden. Tenminste, dat is het idee. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat de rol van een hoogleraar. Het onderzoek, onderwijs, dat is eigenlijk altijd verweven. En ook wel veel management. Ik moet zorgen naar wat ik nou zei, het geld binnenhalen, maar ook naar congressen om je werk te presenteren. Soms ook wat maatschappelijke zaken, je moet een beetje politiek, heel divers. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel een heel erg leuke baan. Om toch alvast een indrukje te krijgen wat het precies inhoudt, hebben we een recent filmpje, misschien kun je dat even introduceren, over nanotechnologie in 2017 gemaakt. Ja. In de labs van de TU. Dat filmpje is gemaakt. We doen nanotechnologie, daar hebben we heel veel geld voor nodig, want het is een heel dure apparatuur. En dat filmpje hebben we gemaakt om duidelijk te maken wat we doen. Ook breed, voor een breed publiek en ook wel voor politici, zodat ze zien dat, wat voor dingen we doen. En ook dat we daar weer, eigenlijk de boodschap is een beetje van, we hebben ook weer moeten investeren in die infrastructuur. Want de apparatuur die we gebruiken, die is nogal prijzig. En zo proberen we dat binnen te halen. En hier vertel ik eigenlijk iets wat nanotechnologie is. Dus gaan we even naar kijken. Ja.
grensverleggend, devices, allemaal een beetje vaktaal. Concreet die toepassingen, waar moet ik aan denken? Wat zien we in ons dagelijkse leven wat met nanotechnologie te maken heeft? Ja, nou, je gebruikt het dagelijks, denk ik. Als je met je mobiele telefoon speelt, of misschien wel belt, hè, maar ja. Dat doen we niet zoveel meer. Dan in zo'n mobiele telefoon zit heel veel nanotechnologie. Ik denk dat iedereen zich realiseert dat de telefoon van 5 jaar geleden echt heel anders was, veel minder kon dan nu. En dat is alleen maar mogelijk geworden, zeg maar, door die nanotechnologie die erin zit. Als je echt in zou zoomen, je zou hem openmaken, dan zitten er chips in. En als je die dan weer open zou maken, dan op de allerkleinste schaal, dan zie je structuurtjes. Dus hele kleine dingen van hele kleine afmetingen van zeg maar een paar nanometer groot. Echt de stapeling van een paar atomen dik. En ja, dat is eigenlijk de nanotechnologie. Zonder die nanotechnologie zou je met zo'n mobiele telefoon niet... Dan zou je er niet al die dingen mee kunnen doen die je er nu mee doet. Hè? Vroeger konden we bellen, maar nu kun je eigenlijk alles ermee. Dus... Ik zie een soort laboratorium. Ja. Alsof je een chirurg bent, ja. Eigenlijk. Ja. Ik bedenk me erbij dat die natuurkundigen waanzinnig opgewonden raken van een aantal atoompjes die precies op de goede plek terechtkomen. Ja, ja, zie ik ja. Dat goed? Ja, ja zeker. En vooral ook dat je dat zo stuurt dat ze precies op de goede plek terechtkomen. Hè? Dat je dat kunt controleren. Dat is eigenlijk het doel. Ja, is er iets onderzocht of iets uitgevonden, zeg maar, waar jullie het alleropgewondenst van zijn? ik heb zelf wel bepaalde... Er zijn wel dingen die, waar ik eigenlijk bij heb gedragen. Misschien ook wel geïnitieerd heb, bepaalde ontdekkingen. Vindingen noemen we dat. Mm-hmm. Dat is niet zozeer voor de elektronica, voor de mobiele telefoons. Maar we hebben iets ontdekt in dat lab wat betrekking heeft op zonnecellen. En dat is iets wat we in 2005 ontdekt hebben. En nu wordt die methode en het materiaal wat we destijds ontdekt hebben, dat wordt nu gebruikt in heel veel zonnecellen. Vooral de nieuwe generatie zonnecellen die er nu aan gaan komen, daar zit dat materiaal in. En de verwachting is dat dit jaar 33% van alle zonnecellen die geproduceerd worden, daar zit die technologie in. Mm-hmm. En ja, dat is wel heel gaaf, want heel veel onderzoekers doen daar heel veel onderzoek wat tot niks leidt. Maar af en toe dan leidt het tot iets en ja, hier ben ik heel trots op. Dus. Met recht grensverleggend dan? Ja, dat denk ik wel. Het is gewoon het grote verschil tussen of iets wel of niet kan. Kijk, zonnecellen, daar is het belangrijk dat ze goedkoop zijn, goedkoop genoeg. Dus ze mogen een hoog rendement hebben. Mm-hmm. En het kan echt een verschil maken of iets wel of niet redt. Dus. Is het dan zo dat die andere hoogleraar hier uit de regio, Arnus Mens, hiervan kan profiteren? Ja, ik denk het wel. Hij doet ook onderzoek in zonnecellen. We werken ook samen. In feite wel. Kijk, zo dragen we samen bij aan eigenlijk de grenzen te verleggen. Dus hij doet onderzoekdingen en wij doen dingen. En ja, zo komen we steeds een stapje verder. Ja, dan ben ik nieuwsgierig. Een hoogleraar die op het gebied van nanotechnologie of zonne-energie zijn sporen verdient. Ik kan me voorstellen dat hier gloei of duurzaamheid of de gemeente om de havenklap bij je aanklopt. Ja, ja. Nou, dat is niet zo. Dat zou wel kunnen, dat zou wel mogen. Ik weet niet of ze mij nog kennen. Kijk, één ding wat wel belangrijk is om te realiseren. Kijk, als mij mensen bevragen van welke zonnecellen moet ik nou kopen. Ja, dan kan ik wel iets over zeggen, maar daar ben ik ook geen specialist in. Ik ben echt in de opbouw van die zonnecel, hoe zo'n zonnecel gemaakt wordt, daar ben ik wel een specialist in. Maar welke panelen je het beste kunt kopen en zulke dingen, nou, daar heb ik wel een mening over. Maar die gaan niet veel verder dan eigenlijk de mening van een leek, zal ik maar zeggen. Eén ding wat heel belangrijk als je wetenschapper wordt, is dat je dat altijd gezegd wordt. Je moet je alleen maar uitlaten over die dingen waar je echt kennis van hebt. En je moet je eigenlijk niet verder dan je eigen grenzen van je kennis, moet je niet te veel over uitlaten. Want dat is niet, zo hoort dat niet. Kijk, je kunt wel zeggen dat je een specialist bent, maar als je het niet echt bent. En echte specialisten, daar zijn er niet zoveel van. Hè? Dus als je niet echt specialist bent, moet je een beetje op je terughoudend zijn. Is het een typisch TU Eindhoven of TU Delft? Of zit er... Heeft de Delft dit ook? Deze houding of... De nanotechnologie. Ja, nee, de Delft doet ook allerlei nanotechnologie. Ja, maar ze staan aan de schaduw van Eindhoven? Ja, dat vind ik wel. Ze zullen het zelf wel anders zien. Kijk, zij doen ook hele goede dingen en we werken ook samen. Dus het is altijd wel een beetje competitie, dat is ook gezond. Maar eigenlijk doen we heel veel dingen samen. Dat filmpje wat je net zag, dat is ook iets wat we samen doen met andere nanolabs, hè, zo heten die, in Nederland, ook Twente, Delft.
En zo werken we ook samen. En nou ja, je hebt ook je collega's nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Je gaf het al even aan, zonne-energie. We hebben ook een filmpje over zonne-energie. En die is ook geschoten in een van je labs. Ja. We zullen er even naar kijken. Ja. Zure regen. Ja, dat was toen, hè? Ja. Dat was toen spraakmakend, hè? Daar maakte iedereen zich zorgen over. Ja. We praten zo meteen verder. We gaan eerst naar een andere vloeistof, namelijk wijn. We hebben wijn van het wijngilde Peel en Maas. We kunnen een drankje nemen. Dan gaan we in de tussentijd gaan we luisteren naar Nicky Seelen, die voor ons gaat zingen en spelen. Ja. With kindness, go ahead.
Dankjewel, Nikki. En Nikki heeft een bijzondere tijd achter de rug, want ze is geslaagd voor 5 HAVO. Fantastisch, van harte gefeliciteerd. Een leerling die misschien ook ooit naar de TU... Oh, dat moet wel eerst 4 jaar een andere route. Ja, dan moet je wel eerst iets anders doen, ja. Ja. Maar kan wie wel. Weet. Kan wie wel, weet. Gebeurt wel. Ja. Toen je was aangesteld als hoogleraar, dan wordt dat traditioneel gedaan met een zogenaamde intree-reden. Juist, ja. Wat is dat precies? Nou, is een lezing van bijna een uur, waarbij je vertelt over het onderzoek wat je gedaan hebt en wat je wil gaan doen. Met vaak ook wel een enigszins politieke lading. Het bestuur van de universiteit heet het college van bestuur. En dat is het enige moment waarbij je ze 3 kwartier zo hebt dat ze naar je luisteren. Dus daarom kun je ook wel boodschappen. Nou, niet 3 kwartier achter elkaar, zonder dat ze er iets van tussendoor iets kunnen zeggen. Heb je van de gelegenheid gebruik gemaakt? Ja, zeker weten. En welke strekking had het jou van? Nou, ik heb het college van bestuur niet zozeer aangevallen of iets dergelijks. Maar ik heb wel over wat politieke zaken. En ook in de politiek heb ik toch wel proberen mijn punt duidelijk te maken. Wat ik wel en wat ik wat minder onzin vind. Heel in het kort, wat was dat punt? Nou, het ging destijds vooral over het topsectorenbeleid. En dat, nou, daar was ik toen niet zozeer over te spreken. Ja. Nog meer uitleggen, ja. Alsjeblieft? Nou, het was eigenlijk de manier hoe het geld verdeeld werd. Door bedrijven niet meer subsidies te geven, maar bedrijven alleen maar te stimuleren door belastingsmaatregelen om onderzoek te doen. Mm-hmm. Alleen hele kleine bedrijven die betalen nauwelijks belasting, want die maken nauwelijks winst. Dus dat, ja, eigenlijk werkt dat gewoon niet voor kleine bedrijven. Je moet gewoon meer subsidie naar jullie toe. Dat sowieso. Dat is eigenlijk de strekking, ja, van het verhaal. Ja, zeker. Zodat, ja, jullie je slag kunnen slaan. Ja, juist. Professor. Hoogleraar ook wel genoemd, de intree-reden. Ja, een bijzonder moment, maar we gaan toch even terug in de tijd. Want ooit was je gewoon leerling op het Bouwens. Ja, zeker. En in die tijd was ook nog iets bijzonders gebeurd, heb ik begrepen. Ja, ja, toen ik op het Bouwens zat, toen zaten we eerst nog in die barakken. Nou ja, die tijdelijke huisvesting, die heel erg tijdelijk was toen heel erg lang. En op een gegeven moment is dat er een behoorlijke brand geweest. En toen zijn eigenlijk voor een heel groot gedeelte zijn die gebouwen afgebrand destijds. En toen moest de Bouwens helemaal opgesplitst worden, kregen we op andere plekken ook les. En vervolgens is eigenlijk de nieuwbouw gekomen die er nou nog staat. Volgens mij is er wel heel veel veranderd inmiddels. Dus we zijn de brandzichten eigenlijk met terugwerkende kracht dankbaar? Ja, ja, misschien wel. Ja. Ik heb 1 jaar op die nieuwbouw gezeten en toen was ik weg. Ja. Ja. Moest je toen steeds zwerven van het ene lokaal, noodlokaal naar het andere? Of ja, volgens mij wat er toen gebeurde is dat je als klas in 1 lokaal bleef zitten. En toen gingen de leraren, die liepen van lokaal naar lokaal. Wat volgens mij niet gebruikelijk is. Maar dat was destijds wel zo. Nee. Ja. Ja. Maar het was voor jullie misschien wel raar dat je steeds in 1 lokaal zit. Ja, ja, dat is ook, ja, als je in een mooi lokaal zit, dan is het goed. Maar wij zaten in de aula die in 4 gedeeld was. En nou, ik heb er niks van geleden hoor, maar het was niet een heel mooie plek om te zitten. Je oude docenten die zijn allemaal met pensioen waarschijnlijk. Ja, maar hoe zullen ze jou herinneren? Wel. Nou ja, hoe zouden ze mij herinneren? Ik denk dat ik toen toch wel op een gegeven moment, ik denk op een lagere school viel ik niet heel erg op in resultaat. Ik denk dat toch wel op een middelbare school wel duidelijk is geworden dat, nou, misschien dat ik wel iets meer in mijn macht zat. Er waren nog altijd medescholieren die nog betere cijfers haalden, maar ik was wel ik haalde wel hele goede cijfers. Op alle gebieden? Op alle gebieden, nou, op laatste lichamelijke oefening was ik doen niet heel erg goed. Balsporten, dat is niet zozeer mijn ding. Maar op rest, redelijk, ja, op zich wel. Ik was beter in wiskunde, natuurkunde, scheikunde dan in zaken als biologie. Dat vond ik niet zo interessant. Ja. Talen ging wel. Geschiedenis, aardrijkskunde, zulke dingen vond ik wel interessant. Maar ja, kijk, wiskunde, natuurkunde hoef je niet zoveel te leren. Hè? Als je het helemaal begrijpt, dan, dan maakt het. Dat zal niet iedereen ermee eens zijn, want sommige dat is ook zo. En die krijgen nauwelijks een 6. Ja. Maar jij hoefde niet veel te leren voor die. Nou, ik deed wel mijn best, maar voor die dingen hoef je, als je het eenmaal begreep, nou ja, dan ken je het. Hè? Dus het is dus meer, ja, je hebt er wel de aanleg voor nodig. Ja. Ja. En heeft een bepaalde docent je nog geïnspireerd? Ik denk wel de natuurkundeleraar en de scheikundeleraar, dat waren denk ik toch wel mensen die mij enigszins geïnspireerd hebben. Ja. Ik moet altijd heel goed nadenken. Salamink volgens mij voor natuurkunde en Vinken voor scheikunde.
Mm-hmm. En nou ja, die hebben mij wel. Ja, dat is denk ik wel de keuze geweest voor dat ik uiteindelijk natuurkunde ben gaan studeren. Ja, maar je kijkt met een plezierig gevoel terug naar die tijd. Ja, zeker. Ja. Is het de mooiste tijd van je leven geweest, wat ze wel eens zeggen? Als middelbare school? Nou, ik vind alle tijden mooi, zeg maar. Als student is misschien nog mooier. En nu vind ik het nog steeds heel erg mooi. Dus nee, ik maak niet zo'n onderscheid. Nee. En je zet je ook in bij Jong Nederland? Ja, ja. Wat ja, als lid, hè, dus vanaf de vijfde middel- of lagere school ben ik bij Jong Nederland gegaan. Ik was niet zozeer bij andere sportclubs, maar Jong Nederland wel. En ja, dat was heel divers. Ik denk dat heel veel mensen het wel kennen. En ja, daar hebben we uiteindelijk een heel hecht clubje gehad, gekregen. We zien elkaar nog steeds af en toe. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is geweest voor mijn vorming. Ik zie daar een groep mensen bij elkaar. Ja. Je moet meteen lachen. Ja, nou ja, iedereen is wel wat veranderd, hè. Wat ouder, wat wijzer. Sommigen misschien. En hier en daar wat kilootjes extra, denk ik ook wel. Ja, dat valt bij jou wel mee. Ja, valt nu wel. Ja. Ik heb ook wel een beetje gehad dat het iets meer was, maar nu ben ik heel sportief. Ja. En wat doen jouw vrienden in die tijd waar je nog contact mee hebt? Ja, de meeste zijn dus nog steeds hier in de buurt. Hè. Nou ja, allerlei bij bedrijven hier in de industrieterrein tot een zelfs in Venlo, een ambtenaar die. Heel kijk wat ik precies zeg, maar die daar belangrijke dingen doet. Ja. Dus, zo'n ambtenaar kan geen belangrijke dingen doen? Jawel. Nee, ik vind het wel. Ja. Ja. Maar uiteenlopen niet op het gebied waar jij... Nee. Zij zijn allemaal nog hier gebleven en ik ben op een gegeven moment gaan studeren en vertrokken, zeg maar. Je hebt zelfs ooit een keer meegedaan in 2005 aan de wetenschapsquiz. Ja. Ja. Als mensen echt een steengoed geheugen hebben. Dan kunnen ze het nog herinneren. Dan zag je er iets jonger uit. Ja. Kon je dat winnen of hoe werkte dat? Nou ja, destijds twee teams. En ons team heeft niet gewonnen. Dus, maar overal, persoonlijk had ik het nog wel redelijk goed gedaan. Ja, maar werd dat ook verteld daar of werd het pas achteraf? Nee, dat volgens mij werd dat niet gezegd. Maar dus ik was wel. Dan nu even worden rechtgezet. Ja, volgens mij was ik tweede van de zes. Ja, maar dus, misschien zegt iedereen dat nu. Ja, dat zou kunnen. Maar, ja. Maar je kunt nog volgens mij, als je de uitzending bekijkt, kunt tellen. Ja, 2005, de wetenschapsquiz. En vond je het een beetje akelig, want dat is toch wel eng, want je moet iets mee gaan doen waar je alleen maar af kunt gaan. Ja, het is op tv. En kijk, er zijn natuurlijk heel veel natuurkundige vragen. En ja, als natuurkundige word je geacht om die dan te kennen. En daar een goed antwoord op te weten. Maar ik weet ook niet alles. En die vragen, er zit meestal een dubbele bodem in. Dus je kunt ook behoorlijk afgaan. Mm-hmm. Dacht ik, maar uiteindelijk viel het mee. Dus, En wat is nou het allergrootste misverstand wat bestaat over iemand die echt een hoogleraar op het gebied van natuurkunde is? Ik had het Arno al gezegd, je verwacht soms nerds. Ik heb nu een tweede hoogleraar. Het had net zo goed een muzikant kunnen zijn, qua uiterlijk. Het beeld van nerds klopt helemaal niet meer. Nee, dat denk ik niet. Kijk, de functie zoals die nu is, je moet heel erg allround zijn. Kamergeleerden die zich opsluiten in een kamertje, dat bestaat niet meer. Dus je moet ook allerlei andere, sociaal moet je redelijk vaardig zijn, anders dan kun je mensen niet overtuigen en zulke dingen. Dus daar komen wel dingen bij kijken. En dus één misverstand is dat het echt de meest slimme mensen hoogleraar worden. Nou, dat kan, maar je hebt ook heel veel andere kwaliteiten nodig. En je moet natuurlijk wel een bepaald intellectueel niveau halen, maar... Ik ben ervan overtuigd dat ik met een heel slim iemand praat, maar dat valt misschien wel mee. Ik denk dat het best meevalt. Ja. Ieder op zijn eigen gebied natuurlijk. Ja. 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 En nou is het zo, heb ik begrepen van mijn eigen zoon die muziek maakt, dat nanotechnologie, ja, dan moet je toch absoluut, als je daar muziek bij bedenkt, dan denk je aan licht elektronische muziek. Ja. Dus dat was zijn associatie. Okay. Klopt dat een beetje? Nou ja, ik weet niet wat mensen... Dat zou kunnen. Daar hou ik trouwens ook van. Je hebt een hele brede stijl. Ja. Hoe precies je bent met onderzoek, hoe breed je bent met muziek. Ja. Nou, maar ik ben überhaupt denk ik wel... Ik ben niet heel erg uitgesproken met bepaalde voorkeuren en zulke dingen hoor. Dus, en zeker ook niet de muziek. Ja, er zijn heel veel soorten muziek, is mooi. Oké, ik zal het even benoemen wat je hebt opgeschreven. Van dance tot klassiek. Ja. Er zit heel veel tussen. Een fan van Wagner. Ja, Wagner is subliem. Wagner is subliem? Ja. Wat moet je dan denken? Ja, het is zo groot. Hè? Het is zo mooie muziek. Ja. Oké. Johnny Cash.
Ja, vooral de, ja, nou ja, u kende allemaal de oude hits van Johnny Cash, maar ook de laatste 10 jaar van zijn leven heeft hij heel veel covers gemaakt. Ontzettend mooi. Heel mooi gezongen. Ja. Maar ben je nou iemand die heel veel muziek thuis heeft? Of ben jij iemand die alle zenders op kan zetten en overal wel van kan doen? Ja, nou niet overal van. Soms het gaat ook te ver gaan, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Nee, maar goede muziek, ja, daar hou ik wel van. En dan kan het heel breed zijn. Oké, dan gaan we nog even verder. Want we komen eerst via Nick Cave uit bij de dance en de elektronische muziek. Ja. Maar je hebt vooral een fragment. En dat is in feite een ontmoeting tussen klassiek en dance. Ja, misschien wel meer jazz zelfs. Ja? Kijk, ja. Het is echt een mengelmoes. Ja. Ja. Maar er zit een verhaal achter. Ja, het is een nummer van Basement Jacks. Die maken normaal echt dance muziek. Ja, Basement Jacks, dus wel een beetje jazzy. En het nummer wat ik uitgekozen heb, ja, ik hou van heel veel dingen, maar ik dacht van nou, hier zit wel een speciaal verhaal aan. Dat, kijk, iedereen heeft wel, elk moment heb je wel een favoriet nummer. En dit nummer dat had ik net op mijn iPad, iPod hè, was het volgens mij destijds, ja, ja. Gezet in de periode dat mijn moeder ziek was. En toen ging ik hardlopen en dan zet ik dat nummer op. En ja, dat heeft dan die herinnering, zeg maar. Toen is ze op een gegeven moment overleden en de dag na ben ik hardlopen. En dan, ja, dan hou je dat nummer nog in je achterhoofd. Deze bewerking is wel met in de klassieke uitvoering met het Metropoolorkest. Dus dat is wel iets anders wat ik toen had. Maar nou, dat geeft nog meer de verbinding aan tussen ja, de verschillende soorten muziekstijlen. We gaan er zo naar luisteren. Ik wil je eerst bedanken voor deze zomeravond voor je openheid. En nog heel veel succes aan de TU in Eindhoven. En hopelijk komt er dadelijk een baanbrekend onderzoek wat van alles oplevert. Dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan.